doorsnee woensdag staat er in de avondspits zo'n 175 kilometer file. Vanavond was dat 3 keer zoveel. De wegen begonnen al vanaf een uur of 4 dicht te slibben. Toen stond er al 280 kilometer, waaronder een lange file van 19 kilometer op de A1. Door het winterweer blijft de vraag naar strooizout groot. In de haven van Moerdijk is vanmorgen een grote lading nieuw zout aangekomen om de tekorten aan te vullen. Het zout is overgeladen in 220 vrachtwagens die het over het land gaan verdelen. Dit zout komt uit Tunesië, dat is ongeveer 7100 ton. En daar kunnen we ongeveer 1 miljoen kilometer mee bestrooien, preventief. En wat voor zout is het? Dit is zeezout. Het wordt dus gewonnen uit de zee. Dat hebben wij begin januari gekocht en is gisteren aangekomen hier in Moerdijk. Het lijkt erop dat veel mensen de sneeuw een beetje beu beginnen te worden. Hier in Almere in ieder geval wel. We zijn helemaal klaar met die sneeuw. Alleen maar kou en zo, dat is helemaal niks aan. Nee, je hebt er niks aan. Het enige wat je kunt doen is sleeën. En dan ben je na 2 dagen ben je dat zat. Dan heb je er niks meer aan. Ik maakte net een enorm smak. Want ik ging dus, er lag wat ijs nog onder het sneeuw. En daar gleed ik op uit. Ook vanochtend waren er veel problemen op de weg. Tientallen auto's raakten betrokken bij glij- en slippartijen. Instinker vanmorgen, zegt Touring, de Belgische ANWB. Het sneeuwde veel harder dan verwacht. En het sneeuwen begon ook nog eens tijdens de spits. Dus toen de strooiwagens uitrukten, zaten die vrijwel meteen zelf vast in de file. Dus van strooien kwam niet veel. En dan is het leed niet te overzien. Want zie op een glad wegdek de zaak maar weer eens in beweging te krijgen als je eenmaal hebt moeten remmen. Of als je rijdt, zie dan maar weer eens vlot stil te staan. De zware jongens van de weg werden op een aantal plaatsen naar de kant gestuurd, zodat de rest van het verkeer weer even vooruit kon. Om daarna weer een nieuwe file binnen te rijden. Verder ook in België op zo'n dag de bekende problemen. Vertraging op de luchthavens, overbelasting van het GSM-net, veel bussen die in de garage blijven. En opvallend genoeg, nauwelijks problemen op het spoor.